2 juni is met de crisiscommissie in DNA vergaderd. Daarbij is er door coalitie en oppositie één gezamenlijk standpunt ingenomen. Namelijk om alles te doen om een grootschalig leed te voorkomen. Laat mij duidelijk stellen, vanaf morgenmiddag 4 juni om 6 uur 's avonds tot vrijdag 12 juni om 6 uur in de ochtend gaat Suriname in total lockdown. Dit houdt het volgende in. Iedereen blijft thuis. Auto's mogen maximaal 2 inzittenden hebben. Taxis mogen maximaal 2 passagiers vervoeren. Samenscholingen blijven gesteld op maximaal 5 personen. Alle niet-essentiële ondernemingen zullen moeten sluiten. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme geeft de richtlijnen voor de ondernemingen die wel open zijn. Wij weten dat u uw gezin moet verzorgen. Wij weten dat er eten thuis moet zijn. Supermarkten, kleine groentestands, bakkerijen, slagerijen, afhaalservices van restaurants, apotheken en benzinestations zullen open blijven tussen 8 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Hamsteren is dus niet nodig. U benadeelt hiermee enkel degenen die na u komen. Gaat u zoveel mogelijk alleen naar de winkel. Bedek uw mond en neus en neem uw hygiënemaatregelen. Haal alleen de hoognodige zaken en gaat u zo snel mogelijk weer naar huis. Belangrijk is dat u de komende periode uw weerstand vergroot. Drink voldoende water, eet daarom veel groente en fruit. We hebben de beelden gezien uit landen als Ecuador, Italië, Amerika en Brazilië. Laten wij door de door hen geleerde harde lessen ter harte nemen, waardoor wij hetzelfde lot niet ondergaan. De COVID-maatregelen zijn er niet om u onaangenaam te zijn. Er staan letterlijk levens op het spel. Wij zullen daarom niet schromen om in te grijpen indien er handelingen worden geconstateerd die anderen in gevaar brengen. 1 week lang met z'n allen thuis zijn, geeft onze diensten de kans om het virus te lokaliseren, te isoleren, te behandelen en zodoende de spreiding in te dammen. Raakt u niet in paniek. Steunt u uw buur of familielid die noodzakelijke diensten moet draaien. Laten we in gebed gaan en om kracht en wijsheid vragen. Dank u. Sranang Sawini.